afgelopen weken hard gewerkt aan een eigen film. Met filmcoaches hebben ze geacteerd en het tot een mooi geheel gebracht. En het allerleukste is je eigen film zien op het witte doek. Kom, we gaan. Ja, anders missen we... Tickets bij je? Ja! Kijk, heel goed. Nou, we gaan nu even scholen voorlezen. En dan mag je met al je vrienden laten zien dat je er bent en even je ticket in de lucht houden. Goed? VWO Palmentuin! Dan gaan we naar Rotterdam. De regenboog. Het gezin werd veroordeeld en in verschillende gevangenissen gezet. Los! Laat me los, ik zat al 3 jaar in deze gevangenis. En wij hebben, kijk, de kinderrecht, school, iedereen heeft onderwijs nodig. Hallo met de kinderrechtenpolitie. Kan ik u helpen? Oh, wat erg. Jullie krijgen helemaal geen goede les op school. Ik zie dat er een team in de buurt is. Ik zal ze meteen naar u toe sturen. De kinderrechtenpolitie kwam gelijk in actie. De juryleden hebben vandaag de film voor het eerst gezien, net als wij. Ze zijn hier achter aan het vergaderen. We have rights! Put your treasures away in a safe place. Put your treasures away in a safe place. Wij het voelen waar al deze aspecten en ook nog eens de kinderrechten het meest naar voren kwamen, is... Gaan we allemaal stappen? Stappen. Een mega ontvoering van de welke. Wat doe ik dan, jammer? Jullie zitten hier nog heel lang vast. Er komen nog heel veel kinderen erbij om te werken. In het dorp volgde er een wilde achtervolging. We moeten nog een paar van die fietsjes meenemen. Ja, kijk, er ligt er al. Jullie zijn de winnaar van de Gala-Premier 2020! Hallo, ik sta hier met Nicolette van Dam. Ze heeft net Kinderrechten Filmfestival gepresenteerd. En ze is de ambassadeur van UNICEF. Maar wat vond je van de films? Ik vond de films ontzettend goed. Ik was echt verbaasd hoe goed de kinderen samenwerkten, hoe ze verhalen geschreven hebben. En er zat gewoon echt acteertalent tussen. Dus ik ben erg enthousiast. Hoe vond jij het? Ik vond het best wel leuk. Ik vond het ook wel leuk bedacht en leuk bij elkaar gezet. Ja, hè? En vond u echt eentje echt leuk? Of? Welke mijn favoriet was? Nou, van tevoren dacht ik, hoe gaan ze recht op privacy nou laten zien in een filmpje? En dat hebben ze aan de hand gedaan natuurlijk van de diary, van het dagboek. Vond ik heel origineel gedaan. Er werd ook leuk in geacteerd, maar ik vond bijvoorbeeld, even kijken wat ik vond nog meer heel goed. Ik vond Flip de Beer ook leuk. Als iedereen Flip het Beer wil, dan knip ik hem maar in stukjes. Nee, stop! Eigenlijk vond ik het heel moeilijk om zelf een keuze te maken. Dus ik ben ook blij dat ik niet in de jury zat. Gelukkig. Ja?